We zijn aan de achterzijde van de woning. Overal kijken we natuurlijk naar het metselwerk en scheefstanden om een enig idee en indruk te krijgen van de fundering van de woning. Nou, wat we tot nog toe gezien hebben, qua scheurvorming valt het echt wel mee. Hier zien we nog een horizontale scheur zitten. En als we dat relateren naar de bouwjaar van de woning, hè, dus dat we hier een woning hebben van ongeveer 100 jaar oud, dan durf ik wel te zeggen, alles bij elkaar genomen, dat we qua fundatie bij deze woning geen zorgen zijn. Hè, we kunnen de fundering zelf niet zien, maar alle indicatoren bij elkaar opgeteld lijkt het erop dat deze woning constructief in ieder geval in orde is. Onderhoudstechnisch is natuurlijk een heel ander verhaal, want als we verder naar die gevel kijken, dan zien we hier bijvoorbeeld de boeiboord, daar, die is compleet rot. Die moet natuurlijk vervangen worden. We zien als we die gevel verder naar links kijken, hier bij dit erkertje, bij dit uitbouwtje, zien we het kozijnhout wat kapot is. Het dakje van dit uitbouwtje, dat is een betonnen plaat. Nou, die is poreus bovenop, die houdt vocht vast. Daar moet een betume dakbedekking op aangebracht worden. En als we daar links boven kijken naar die twee kozijnen, dan zien we ook de slechte onderhoudsstaten van de stopverf wat eruit valt, raamdorpelsteentje wat afgebroken is, het voegwerk van die raamdorpelstenen wat slecht is. Ook links helemaal op de hoek zien we hetzelfde, hè? De boeiboord, overstek, compleet houtrot, dus er moeten behoorlijke onderdelen vervangen worden. Onderhoudsstaat van de woning in zijn algemeenheid, behoorlijk wat achterstallig onderhoud, houtrot en dergelijke, maar constructief acceptabel. Geen reden om zorgen te hebben voor wat betreft de fundering van de woning. Ook in dit deel van de gevel zien we voor de rest weinig bijzonderheden. Hier en daar een klein scheurvorming, maar geen reden tot ongerustheid.